Goedemorgen allemaal en welkom terug voor meer study streams. Na na een paar dagen toch maar even pauze te gepakt hebben van het study streamen en eigen werk te verzetten op mezelf, ben ik terug en nu beginnen we nog met kinderorthopedie. Dit is de laatste van de orthopedie gedeelte van dit vak. Daarna gaan we door met de reumatologie waar ik nog wel wat werk heb heb ik gemerkt. Maar goed, Vandaag kinderorthopedie en dat gaat dus vooral over uh, kinderen die een, een letsel krijgen door een val, door uh, een, 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 een probleem bij de geboorte, een congenitale afwijking en dergelijke meer. Goed, zoals je ziet, het spindiagram is een beetje uitgebreid en dat is zeker logisch omdat alles wat we al gezien hebben in orthopedie moet hierin, maar dan voor het kind. Het gaat ook niet zo uitgebreid in detail zijn als dat uh, zou kunnen. Um, ik ga het zoveel mogelijk doen als het in de cursus dus staat. En we gaan beginnen met de algemene. De kinderorthopedie, wat zijn nu de algemene problemen? Of wat, wat doen we eigenlijk bij, de, bij orthopedie in dit geval? We gaan het kind recht maken. 70% van de job van een kinderorthopeet Bestaat erin om met, de, met het kind te praten en vooral met de ouder te praten. Met de ouder praten om te zorgen dat er niet overbehandeld wordt. Ah, u heeft een kleine scoliose, een kleine, scolio's, kleine afwijking. Goed, dan houden we het in de gaten. En we zullen het eh, evalueren over zoveel tijd opnieuw om dan eh, eventueel iets aan te passen. Ah, hij, hij heeft uh, is er wat beenlengteverschil. Ah, oké, okay. we gaan erover praten en we zullen kijken of dat er eventueel binnenkort iets aan gedaan moet worden of dat dat nog niet het geval is. 20% is conservatief behandelen, dus met een, uh, een, in een, een jacket in een, uh, om de scoliose recht te trekken, steunzolen voor de voeten als die scheef zijn, uh, dergelijke meer. Pijncontrole soms ook. En 10% wordt chirurgisch. Dus de job van een kinderorthopede bestaat voornamelijk dus uit praten. Oké. Okay. Scoliose is de eerste aandoening waar we over zullen hebben. Daarom dat ik daarmee begonnen was, met daar iets van te zeggen. Scoliose, wat is het? Het is een vormafwijking van de wervelkolom in het frontale vlak um, met een zijwaartse kromming. Dus eigenlijk staat de rug scheef, kan gedraaid zijn. Kan, uh, uh, is vooral, vooral uh, normaal gezien is het een klein beetje een, uh, een lichte scoliose is normaal. Um, maar vanaf dat er meer begint af te wijken naar een bepaalde kant toe, dan krijgen we dus een rug die helemaal scheef begint te staan naar de laterale zijde, zijwaartse zijde. Het kan een gevolg zijn van een beenlengteverschil. Daar heb ik dus al over gezegd. Als het beenlengte een verschil toont, dan gaat de rug scheef kunnen groeien. Um, ook kan, de scolioze, kan er geen echte scoliose aanwezig zijn en is het alleen het beenlengteverschil waardoor het kind wat scheef staat um, maar het kan dus ook een vormafwijking van de wervelkolom zijn en dat is dan een uh, structureel scoliose is ook wel het schoolvoorbeeld hier van het kind recht maken het is een scheve rug het is een, een, een verkeerde groeiing van de rug dus het recht maken is hier zeker het belangrijkste Um, mm -hmm. Hoe gaan we het onderscheid nu maken tussen de statistische, of sorry, de statische en de structurele afwijking van scoliose? Dat, uh, dat kunnen we doen met een forward bending test. En als we dan vooruit gaan bewegen, vooruit gaan buigen, dan kan er dus een gibus of een uh, bochel aanwezig zijn... Of niet aanwezig zijn. Is deze aanwezig, dan weten we eigenlijk gewoon... Ik ga het hier nog een beetje opzij zetten. Dan weten we dus dat het een structureel probleem is. Dat er structureel iets mis is met, uh, dus met de rug, met het kind. En moet dit op die manier aangepakt worden. Is het statisch, dan kan het eerder conservatief behandeld worden. Of moet de beenleng het beenlengteverschil aangepakt worden. Eventueel later. Oké. Okay. Hoe gaan we dit nu klinisch onderzoeken bij een scoliose... Waar zit het probleem? Waar zit de afwijking? Zit de afwijking op schouderhoogte, op schaplappunten, de asymmetrie op de taille? Is er aan de, aan de, aan de heupen een verschil? Het bekken. En uh, kan een scoliometer gebruikt worden om op de rug te leggen? En deze zal dan echt een soort waterpas. Um, zal, deze zal zeggen hoe groot de graad van afwijking is. Het is een waterpas, maar wel met een gradenboog op, om meteen te kunnen zeggen, om te kwantificeren uh, hoe groot de scoliose is. De hoek van kop is dan een instrument dat gebruikt wordt op radiologische af, op, uh, op de radiologie. Op uh, RX zien we een scoliose aanwezig. En tussen de lijn, de bovenste lijn van, um, ja hoe moet ik dat nu tekenen? Wacht, ik ga tekenen, ik ga het tekenen. Dat uh, gaat gemakkelijker zijn. Dus. Zo. Het is niet geweldig getekend, maar oké. Okay. Het is beter dan niets, lijkt mij. Dus we hebben. Ik kan hier ook zeker zien dat ik mijn camera heb. Dus we hebben hier onze rug. En we zien een scoliose. Het is natuurlijk veel simpeler tekenen dan het werkelijk is. We zien de scoliose naar deze kant hier gaan. Ja. Hoe gaan we de hoek van kop nu, be nu uh, berekenen? Dat is dus deze, deze lijn hier naar daartoe. En van hier aan de top naar beneden toe. En op het punt dat die dan um, dat die samenkomen, kunnen we zeggen van: ah oké. Okay, Um, ja, niet waar, samen komen. Op een gegeven moment trekken we daar een 90-graden lijn uit deze lijn. Ik ga ze even tekenen, eens kijken. Zo ongeveer, zo ongeveer. We trekken daar een 90-graden lijn op. Um, op dezelfde plaats, dezelfde hoogte. Hier ongeveer. Ja, het zal, het zal wel ongeveer zijn. Um, de hoek van kop is waar mijn boogje staat. Dus we trekken inderdaad een lijn vanuit de wervel, de bovenste wervel van onze afwijking, de onderste wervel van onze afwijking. We gaan die parallel leggen met de, uh, met de wervel zelf. Uh, daar trekken we een loodrechte, een loodrechte van onderuit ook. Deze moet ongeveer op dezelfde lijn zijn, dat is niet helemaal zo bij mij. En we zien dan hier, een, uh, waar ze snijden, de hoek van kop. De hoek van kop is dus de... De graden, dus de, dus de hoek daartussen, tussen deze twee loodrechten. En afhankelijk van hoe groot deze hoek is, is de graad van uw scoliose te bepalen. Als er 10 graden scoliose is, dan wordt het geaccepteerd. Vanaf dat het meer is dan dat, moet er toch wel bekeken worden wat er gedaan kan worden. Oké. Okay. Wat is de behandeling vanaf 10 graden dus? Afhankelijk van de graad... En van het groeipotentieel, dus van tot 10 graden doen we niets. En ook van de leeftijd dus van het kind. Elk kind kan, kan een, heeft nog een bepaalde graad van groei. Als het kind meer kan groeien, dan zal er soms meer en soms minder aan gedaan worden. Waarom? Als we merken dat de eerste maanden de, uh, de graad niet toeneemt, maar zelfs afneemt, dan, hoeft er, dan kan er conservatief behandeld worden en dan kan er opgevolgd worden dan kan de evolutie opgevolgd worden, zien we dat het kind na een enkele maanden toch toeneemt van graad, dan kan er nog altijd behandeld worden. Nu, dat, dat gaat dan vooral over de 10 tot 20 graden. Bij 10 tot 20 graden is het afwachten. En om de 5 maanden een Rx. Merken we dat na 5 maanden dat er geen verbetering is, dan kan er nog altijd um, een behandeling opgestart worden. Ehm... Um, is er tussen de 20 en 40 graden, dan gaan we een corset geven. En die om de vijf, eh, als er na 5 maanden geen verbetering is, kan er daar ook een corset gebruikt worden. Een corset werkt maar bij 1 tot 2, eh, of de helft van de patiënten, werkt zeker niet bij iedereen. Um, uh, en kan alleen maar bij kinderen die nog groeipotentieel hebben. Dus in dit geval, meisjes tot 14 jaar en jongens tot 16 jaar, waar er nog een degelijke groeipotentieel is... En elk jaar gaan we een, een groei kennen hè, als kind van. Um, of, sorry, even kijken. 1 graad, graad per maand kan het toenemen, um, kan het toenemen 1 graad per maand, de scoliose. Um, als dit het geval is, dan zal er na 5 maanden een controle zijn en zal er 5 graden toegenomen zijn, maar er zit een fout op deze waarneming van 5 graden, waardoor we dus uh, waarom we dus 5 uh, maanden moeten wachten. Een corset is dus een goede behandeling als er een groeipotentieel is, maar als dit niet is, dan moeten we dus overwegen dat, dat er heelkunde gebruikt wordt. En dat is ook zo, vanaf 40 tot 50 graden is bijna steeds een heelkunde. Kinderen en adolescenten met curven van 40 à 50 graden moeten met heelkunde behandeld worden. Goed, en dit gaat over kinderen in het algemeen. 20 tot 40 graden is kinderen, ook bij jongvolwassenen, bij adolescenten van 10 tot 20 graden is, een, uh, is er Um, ofwel heelkunde nodig, ofwel toch maar conservatief niets doen en hopen dat er geen uh, symptomen zijn. Nu je moest je toch eerder naar de 20 graden neigen en zal er heelkunde waarschijnlijk overwogen worden. Oké, okay. dat is scoliose, even in het kort. Als er vragen zijn, mag steeds niet inhouden. En dan gaan we door naar het beenlengteverschil. Want een beenlengteverschil kan een reden zijn om een scoliose te ontwikkelen. En een verschil kan klachten geven. Waarom? Omdat er meer druk is op het ene been, op de ene heup, op de ene knie, dan op de andere. En vaak geleidelijk ontstaan er geen klachten en toevallig vondst. We zien een kind beginnen manken. En er kunnen klachten zijn aan heup, knie en been, maar deze hoeven niet. Dus geen klachten is vaak het eerste dat we merken. Uh, ik ben even aan het kijken hier... Er kunnen dus klachten zijn aan een beenlengteverschil, maar deze hoeven niet aanwezig te zijn en is het een toevallig gevonden. Hoe gaan we dit nu onderzoeken? Hoe gaan we er nu aankomen en aan deze, Is er een fractuur geweest in de voorgeschiedenis? Is er een infectie geweest? Uh, voornamelijk dan infectie in um, de groeischijf. Als er daar een destructie aan de groeischijf is, dan kan het zijn dus dat het been niet meer verder groeit. <coughs> Excuses. Um, het kan ook gaan over een aangeboren afwijking of een neurologisch probleem. Okay. even kijken, ben ik hier nog iets vergeten? Nee. Uh, hoe staat dat met de ouders? Hebben de ouders ook een beenlengteverschil, dus is het een genetisch probleem? Dat kan eventueel ook uh, minder, minder logisch. We kunnen oorzaken hebben voor een te kort been en een te lang been. En het is soms moeilijk om het onderscheid te maken tussen beiden. Wat zijn de oorzaken van een tekortbeen? Dat kan een congenitaal probleem zijn, het kan een traumatisch zijn, weer een die geblokkeerd zit, een infectie, ook weer die op de gruisgijf werkt, met mogelijk een reumatoïde artritis, een uh, reactieve artritis, um, een neurologisch probleem dat een tekortbeen kan initiëren. Een te lang been kan ook. Het kan ook congenitaal zijn, het kan ook genetisch zijn. Als vader of moeder het ook heeft, dan kan dit ook het geval zijn. Er kan een vasculaire anomalie zijn of een neurofibromatose. Hoe gaan we nu het beenlengteverschil gaan diagnosticeren of onderzoeken, het klinisch onderzoek? Dat kunnen we zien, um, zien op staanliggende plaats. En, um, en we meten eigenlijk tussen spina iliaca... Anterior, dus de Spina iliaca anterior is um, de heup. Het is de hoogte van de heup. Die, die kunnen we zelf ook voelen achteraan. Um, spina iliaca an anterior superior, Sorry, bovenaan vooraan. Um, en de uh, mediale malleolus. Dus ik ga daar even een afbeelding op zoeken. Dus um, spina iliaca anterior. En dan ja, de mediale malleolus. Leg. Ik ga het... Ja, zo. Oké, oh, wacht, wacht, kijk. Ik zag hier het al. Ja. Dit is, um, dit is de exacte afwijking. Dus we zien hier vooraan de, de superior... Uh, de, 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 de spina iliaca superior anterior is hier aangedaan. En deze lijn wijst rechtstreeks naar de mediale malleolus. Mediaal wil dus zeggen aan de binnenkant. Dus, dus we zien... Um, deze lijn is het beenlengte. Als daar een verschil tussen deze twee zijden op zit, dan kunnen we dus spreken over een beenlengteverschil. Oké, okay. eens even kijken of ik hier. Ja, kijk, hier is het mooi in het groen aangeduid waar deze spina iliaca uh, superior-anterior zich bevindt, waar we het punt aandragen en dat is daar op de heup. Dus dat kunnen we ook zelf bij ons voelen als we in onze zij, uh, of ja, vooraan, in onze, vooraan, onderaan, rechts, in onze buik kunnen gaan voelen. Oké, okay. goed. Het is maar een ruwe inschatting trouwens. Het is niet een volledige, als we een echt exacte willen, dan moeten we een eriks gaan doen. En op een Rx gaan we wel meer het juiste, de juiste afstand kunnen zien. Waar zit het verschil? Ook weer hier. Een het verschil kan aanleiding geven tot een scoliose. En bij scoliose moeten we alles uitdiepen waar precies het verschil zit, waar precies uh, de graad is. Ziet dat er een scheefgroei is. Ook bij, de bij het beenlengteverschil kunnen we dat ook doen. En we kunnen van onderuit beginnen. Aan, is er een voetprobleem? Is er, is er een, een plat voet? Is er een botdestructie? Is er een, tuk, een bot dat niet meer doorgroeit? Dat kan een probleem zijn. We kunnen het onderbeen hebben met typia die niet volgroeid is, um, met een fractuur, met een fout aan, een, aan elkaar groeien. Uh, aan elkaar groeien van de, van de fractuur enzovoort. kan onderbeen, het kan bovenbeen, het kan ook in het bekken zijn, maar ook in de wervelkolom kan er een, een, um, een fout zijn bij een scoliose die, die het bekken fout trekt, waardoor er een beenlengteverschil um, lijkt aanwezig te zijn. Een scanometrie, dus op foto zien we nog uh, zien we de, het... we denken, scanometrie... Bij een scanometrie zien we, zien we alleen het been zelf en niet de rug. We kunnen ook het volledige kind gaan scannen, maar natuurlijk, dat zijn wel heel veel stralen voor het kind. En dat willen we zeker vermijden. Dus op scanometrie kunnen we het, de wervelkolom, het lengteverschil, daar niet gaan bepalen. En kunnen we ook de afwijkingen daar niet zien. Nu is het bela belangrijk altijd in de orthopedie om alleen symptomatische klachten aan te pakken en te behandelen, maar een wervelkolom-afwijking bij een kind is wel een belangrijk iets, dat mogen we niet zomaar missen. Scanometrie is dus heel goed voor een normaal beenlengteverschil aan te tonen en te bepalen hoe groot het is en waar het zit, maar het is niet goed om de wervelkolom in beeld te brengen. Okay. We kunnen een beenlengteverschil hebben dat enerzijds anatomisch is, of we kunnen een functioneel hebben, en dan gaan we hier het onderscheid maken. En uh, anatomisch kunnen we dus spreken over een verkort beenlengteverschil of een verlengd. En we hebben hier dan, dan net de oorzaken gedaan. En deze kunnen, kunnen nog meer uitgediept worden bij een te, anatomisch tekort been. Kan, er, kan dit te maken hebben met heupatologie, met een congenitaal verkorte femur, uh, PFFD stond voor, proximale femorale focale deficientie, dus proximale, bovenste deel van de femur. Fokaal, uh, fokaal, staat voor, nu ben ik er even kwijt. Um D het gaat over een afwezigheid van een stuk van de femur. Dus een deficiëntie van de femur, is een proximaal deel van de femur dat niet aanwezig is, of in zeer slechte maat aanwezig is. Uh, het gaat over het bovenste gedeelte, dus dat kan rond de heupkop zijn. Als die niet aanwezig is, zal er natuurlijk een beenlengteverschil zijn. Tibiale hemimili en ook een fibulaire hemimili. Okay. We kunnen ook een verlengd been hebben. En een verlengd been kan door een hemie hypertrofie. excuseer, dus een overgroei van een lidmaat. Dus we hebben hier de hemimili, ik moet het even uitleggen, maar hemimili is dus een lidmaat dat niet uitgegroeid is. Het is volledig aanwezig, maar groeit niet uit. En een he uh, hemi-hypertrofie. Is dus een, een, een lidmaat dat verder groeit dan nodig is. En dat kan dus zijn bij een onderbeen of een bovenbeen, bijvoorbeeld, als deze groter zijn dan normaal, zeker ten opzichte van het andere been, dan zal er een beenlengteverschil ontstaan. We kunnen ook een functioneel beenlengteverschil hebben, en ook daar maken we het onderscheid tussen verkort en verlengd. Een verkort is dus een heupflexiecontractuur. Knieflexiecontractuur, als, als de spieren samentrekken op een bepaalde manier, waardoor de botten moeilijker kunnen uitzetten moeilijker kunnen verlengen, dan kunnen we daar een verkort been krijgen. En ook bij het zwakte van de plantaire flexoren kan er dus een, een verkort been waargenomen worden. Het is functioneel, dus als deze spieren um, aangepakt worden, dan kan het, dan kan het been het verschil oplossen. Een verlengbeen kan ook. En dat zal dan zijn bij een Achilles-space-verkorting. Waarom? De Achilles-space, als deze verkort, dan gaat de voet meer naar beneden toe gaan en gaan we gemakkelijker op onze typen gaan staan. Waardoor het lijkt dat, um, dat we een verlengd been hebben, maar het eigenlijk puur de voet is die naar beneden gekanteld is. Oké. Okay. Er is ook een belangrijk deel van de behandeling dat hier de boodschap is aan de ouders met we gaan momenteel niets doen. En om deze en deze en deze reden, we gaan geen directe, directe behandeling, um, want tot 2,3 centimeter op volwassen leeftijd is normaal. En er zijn geen klachten bij. Normaal, tot 2,3 centimeter zijn er geen klachten. Um, Met andere woorden, we gaan dat kind in de gaten houden, en als we merken dat ah, gaat over de 2,3 centimeter gaat, dan moeten we behandelen. Is dit niet het geval, dan kunnen we het gewoon zo laten. Want... Hierboven hebben we het vaak gezegd, vaak toevallig vondst geen klachten. Zolang er geen klachten zijn onder de 2,3 cm doen we niets, boven de 2,3 wel, want dat gaat later klachten kunnen geven. Minder dan 2,3 doen niets, geen behandeling, opvolging om, de, om meer te vermijden. Als de 2,3 in de 4 cm is, dan verkorten we het lange been. Um, en op tijd, dus dat wil zeggen, op tijd de groeischijf stoppen met medicatie, met inspuiting, met destructie van de groeischijf op een bepaald moment. Want we kunnen inschatten wanneer deze gaat sluiten en wanneer, um, wanneer het, uh, dat de groei zou mooi uit, uh, uit kunnen komen bij elkaar. Als het meer is dan 4 centimeter, moeten we beginnen aan de verlenging van het korte been. En dat is de callotasis. En dat is een lang proces met 1 mm per dag. Dus het duurt zeer lang om een, uh, om een been te verlengen. Zeker als je weet, het is meer dan 4 cm. En we moeten 1 mm per dag doen. Dus dat is al oh, hey, 100 mm is. Um, ja, 100 mm is 1 centimeter. Dan ben ik heel hard aan het twijfelen. Oh my god. Uh, ja. Nee, 10 mm is 1 cm. Wauw! En dat zal op camera. Mijn fout. En ik was goed in wiskunde. I promise. Goed, dus 10 mm is 1 cm. Dus we zijn wel even bezig om um, de 4 cm te gaan overbruggen. En meer dan 4 kan ook zeggen. Dus 6 bijvoorbeeld. Dat is een zeer grote, um, grote verlenging. En een lange, lange uh, behandeling is. Staat er hier nog iets in op mijn, uh, mijn PowerPoint? Observatie is belangrijk. We moeten de patiënt opvolgen. 1 mm per dag. Ja, oké. Okay. Goed, dan komen we aan de genu-varum en genu-valgum. En dat zijn dus knieafwijkingen. Met varum en valgum weer hetzelfde. We kunnen dit onthouden. Met varum zijn de varken. kan door de benen. We hebben o-benen. En valgum zijn de x-benen. Het omgekeerde van de twee. Varum. Wat is de normale stand? 0 tot 2 jaar heeft standaard oorbenen, 2 jaar zijn ongeveer rechts. 3 tot 6 jaar is meestal x-benen en meer dan 6 jaar zou het normaal moeten zijn. Ja, met andere woorden, er is heel veel variatie bij kinderen en ouders komen met een kind oh mijn kind heeft oorbenen, oh mijn kind heeft x-benen, wat moet ik doen, dit ziet er niet normaal uit. En als arts moet je dus praten, het is weer zoals hier bij de algemene, 70% praten. O-benen bij een 0- tot 2-jarig kind, dat is oké. Okay. Geen probleem, lost zich vanzelf op. Op 3 tot 6 jaar, ah, oh, mijn kind heeft x-been, wat man, moet ik doen? Dat is oké, okay. rustig aan, wacht tot meer dan 6 jaar, het zal wel overgaan, over het algemeen. Afwijkend is dus als er een van de twee benen meer opvalt dan het andere, als het een van de twee meer O-benen is of meer x-been. Als er O-benen zijn, extreem O-benen zijn, onder de 2 jaar, met extreem dan, niet een normale lichte O-been, dan, dan is dat ook afwijkend. En X-benen op jonge leeftijd is ook afwijkend. X-benen gaat pas vanaf 3 jaar, 2,5, 3 jaar dan, gaat dit ontstaan. Dus O-benen van 0 tot 2, vrij normaal rond de 2 jaar, En van 3 tot 6 gaat het over X-benen. Daarboven is een normale stand. Dus op 6 jaar zou er een volgroeiing moeten zijn als stand. Wat zijn de oorzaken van een genumprobleem? Dat zijn vitamine D tekort, dat in onze maatschappij relatief veel voorkomt. Um, er moet meer terug buiten gespeeld worden en met de zon geactiveerd worden. Metabole aandoeningen, zoals een fosfaatdiabetes, een beschadiging van een groeischijf door bijvoorbeeld trauma of een infectie. Um, en ook alle oorzaken van dwerggroei. Als er dwerggroei aanwezig is, hormonaal of niet hormonaal, dan um, kan dit ook leiden tot een x-been of een o-been uh, waar het niet mag zijn. De behandeling van, van um, een genenprobleem is de oorzaak aanpakken. En als we merken dat ah, het is een vitamine D tekort is, zullen we vitamine D bijgeven. We zullen zonlicht voorschrijven. Ga een beetje buiten, zoals nu. is prachtig weer. Um, geen steunzolen of spalken geven, want dat gaat schiefgroei geven op een andere manier. Het kind groeit niet gelijk, dus ook verschillen zijn niet helemaal um, onlogisch op jonge leeftijd. Uh, Eenzijdig kunnen we de groei remmen als we. Als we merken, dus één zijde wil ik zeggen, in één been, aan de mediale kant of de uh, laterale kant van de knie, gaan we de groeischijf remmen, afhankelijk of het O- of X-benen is, waardoor dat deze terug recht gaat groeien. En we wachten tot het einde van de groei om echt een behandeling te gaan doen in, uh, in, in, belangrijke, uh, in de meeste patologie. Nu, de groeischijf remmen, dat kan, dat kan natuurlijk niet tot het einde van de groei wachten. Uh, ben even aan het kijken wat kan er nog gedaan worden. Dus het einde van de groei is er heel kunde. Nu we kunnen een, die zijde moet daarvoor gebeuren. Hè. Dat moet voor het einde van onze groei gebeuren. Oké, okay. ja. en hoe stoppen we deze groei? Dat is dan met een, een 8, Ja, dat is een figuur 8 plaatje dat we uh, vast vastmaken over de groeischijf waardoor deze niet meer kan groeien of niet meer kan functioneren. Kan ook weer weggehaald worden, eventueel. En het is een 0,9 cm per jaar dat um, de groei gaat toenemen aan de ene kant of aan de andere kant. En daarmee kunnen we dus uitrekenen wat, uh, wanneer we de groeischijf kunnen stoppen. Goed, rationeel, rotationeel, sorry, niet rationeel, rotationeel probleem van onderste lidmaat wijst dus op uh, towing in of towing out voornamelijk. Dus is het, uh, de voeten die niet mooi naar het midden staan zoals de ouders willen, maar eerder naar buiten of naar binnen toe gaan staan. Oké, okay. towing in, towing out. Dus toe, de um, tenen naar binnen, tenen naar buiten. Daar zijn bepaalde factoren voor en dat is bij een torsie van, uh, van de femur of de um, ja, dus de, de heuphals die niet helemaal de juiste richting zou staan als dat zou moeten. We kunnen een torsie van het onderbeen en ook de vorm van de voet kan een um, probleem zijn. Afhankelijk van het probleem kunnen we dus um, een andere behandeling doen en kunnen we ook een andere diagnose doen. Hoe gaan we het klinisch onderzoek doen? Het staat hier nu niet bij, maar dat is ook heel moeilijk om in een mindmap te zetten. We leggen het kind op de buik, maar dat kind wil het liefst niet. Dus eerst op de rug onderzoeken. Eerst op de rug en een beetje comfortabel maken, daarna op de buik. En dan kunnen we de benen eerst naar boven toe en laten openplooien. En als we daar een verschil tussen zien, dan kunnen we dus merken dat er een rotationeel probleem is ter hoogte van de femurhals, dus de bovenkant van de femur. Ook de voet. We leggen nog altijd het kind op de buik, dan zien we de voet die staat naar boven toe. En afhankelijk naar waar deze buigt en hoe dat we de, als we dit zelf bewegen, zullen we merken dat er meer of minder beweging is van de voet naar binnen of naar buiten. Goed. Ook kunnen we de voet zelf nog inspecteren. Dus als dit de voet is, kijken we of de as door het midden loopt of de voet naar ja, naar één of andere kant gaat. Dus als we zien dat deze voet zo staat ten opzichte van zo, is er wel een verschil. Goed. Um, ja. Welke behandeling gaan we doen? 80% van deze problemen, van de rotationele problemen van de onderste lidmaten zal tot 8 jaar spontaan weg hebben. Dus het is belangrijk om weer de ouders gerust te stellen. En geen zorgen, we houden dit in de gaten. Kom, elke Paar maanden eens op controle, of elk half jaar bijvoorbeeld, en op acht jaar zou dit weg moeten zijn. Is het niet weg? Goed, dan kunnen we iets doen. Het persisteert, uh, forgive me this. Het persisteert bij 1 op de 15 meisjes, dus vooral meisjes hebben hier een probleem van, um, en dat kan anteriore kniepijn geven omwille van de uh, rotatieel problemen. De knieën die naar elkaar meer gaan beginnen wijzen. Um, verkeerd plooien, um, wat dus wel pijn kan geven. En dat moet een chirurgische oplossing zijn um, om dit aan te pakken. Er is geen bewijs trouwens dat het uh, osteoartrose um, geeft, dat is geen exocht, dat uh, het artrose geeft. Dus het is ook niet echt uh, belangrijk om dat, dat in de gaten te gaan houden. Dus voornamelijk, belangrijk bij de rotationele problemen, het lost zich vanzelf op tot 8 jaar. Als het niet opgelost is, dan kan er nog altijd kunnen overwogen worden, omdat het anders anterieure kniepijn geeft. Dan komen we bij de heupdysplasie. Een heupdysplasie is een ontstaan, is een ontwikkelingsstoornis, dat nee, is dat ik zocht, ontwikkelingsstoornis van de heup. Um, en dat gebeurt na de geboorte. Voor of na eigenlijk zelfs. Dus een heupdysplasie. Heupkom is onvoldoende diep ontwikkeld. Of voor de geboorte al, of na de geboorte dat deze niet uitdiept. Het is een spectrum. Het is dus niet zo: u heeft heupdysplasie of u heeft het niet. Het is eerder van: ja, u heeft een beetje heupdysplasie, en u heeft het heel ernstig. Of jij, yeah, want het is een kindje. Dus er is, uh, we kunnen dit, dit, dit uh, spectrum intelen met dislocatie in rust, wat zeer ernstig is. dislockeerbaar in rust. Maar in rust is het wel oké. Okay. We kunnen een subluxatie hebben met een um, um, ja, incompleet contact. Dus er is wel contact tussen heupkop en um, heupkom. Maar deze is niet echt volledig incompleet. En het is, het is een, beetje, een beetje verschoven, niet helemaal. Het is een subluxeerbare. Dus een in incompleet contact is uitlokbaar. En we hebben een zuivere dysplasie. Um, met andere woorden, het is normaal klinisch. Um, ja, even kijken. Normaal, subluxatie, low dislocatie, high dislocatie. Oké. Okay. Dislockeerde in rust, dislokeerbare uh, heup, maar in rust is het in, is het in het acetabulum. Het is gesubluxeerd in compleet contact. Subluxeerbaar um, in compleet contact met provocerende manoeuvres. En die manoeuvres kom ik zo meteen op. En een zuivere dysplasie bij normale klinische bevindingen. Waar we het gemerkt hebben op RX of dergelijke. Of echo. Want bij elk kind, en dat is dus waar ik nu naartoe bouw, Bij elk kind bij de geboorte, na de geboorte, wordt er gekeken of er een heupdysplasie aanwezig is. En hoe doen we dit? Um, door, de, door de beentjes eigenlijk te, ja, samen te duwen, en dan een beetje kracht op te zetten en open te trekken. Dus we zien eigenlijk de, ja, de, verschillende, de verschillende bewegingen van de heup gaan we proberen. En we gaan een klik voelen van waar uh, de heup naartoe gaat. Normaal gezien moet deze dus gewoon mooi meebewegen zonder dat deze een luxatie gaat ondervinden. Maar merken we dat er een luxatie is, dan weten we dus al, het is lokeerbaar. Wat zeer ernstig is. Merken we van, ah, er is hier toch wel een stop op de beweging. Ja, dan kunnen we misschien aan een subluxatie denken. Ehm... Welke, welke patiënten hebben hier nu meer last van? Ik wist niet meer waarover dit ging. Dus welke patiënten hebben hier meer last van? Dat zijn vooral de meisjes. En vooral meisjes die in een stuitlig liggen. Stuitliggeboorte geeft meer kans op een heupdysplasie. Met een disloqueerbare of een subluxeerbare heup. Meerling, zwangerschap of oligohydramnion. Dus weinig vroed, vruchtwater geeft ook meer risico. Dus meisjes, staatligging, weinig vruchtwater of een meerling geven meer kans op een um, heupdysplasie. Wel, hoe gaan we de diagnose nu stellen? Ben ik hier al geweest? Ah, nee. De diagnose gaan we stellen door screening op 2-3 weken, dus zoals ik zeg, na de geboorte. Na de geboorte gaan we een Barlow en Ortolani. Oké. Okay. Ortolani-O open doen, om het verschil te maken tussen Barlow en Ortolani. Bar Ortolani is dus de beentjes opentrekken en merken of dat de heup daar in de juiste plaats zit. Um, en Barlow is dus uh, even denken naar elkaar toe en een beetje kracht op uitoefenen. Barlow is knieën op de middenlijn en een beetje kracht op uitoefenen om te kijken of de heupkop wel in de juiste plaats blijft op dat, op dat moment. Oké. Okay. We kunnen ook het beenlengteverschil gaan aantoken, aantonen. Galeatie stond er hierbij, nu weet ik eigenlijk niet. Ben ik Ging ik opzoeken, dat heb ik niet meer gedaan. Niet zo heel belangrijk. En als er asymmetrie is van de beeldplooien, dan is dit wel heel diagnostisch bijna. Het is, het is uh, pathognomisch. Hè. Als we een asymmetrie zien, dan moeten we hier zeker aan denken. Want dat is een zeer grote kans dat er een heupdysplasie is. Elk kind heeft heel wat. Heeft heel wat bilplooien, dus kijk zeker naar de billetjes van een kind, van een baby, eh, op twee, drie weken. En we zien dat de, deze heel symmetrisch zijn, normaal gezien. Maar gezien zijn al deze bilplooien mooi aan elkaar opgeleid. Is dit niet het geval, dan moet er gedacht worden aan een heupdysplasie. Okay. Er zijn nog aanvullende onderzoeken. En dan kunnen we zeggen, echografie of RX. Met echografie tot vier, zes maanden. Daarna zal het wekken meer. Um, meer verbenen en wordt de echo heel moeilijk en is deze niet meer bruikbaar. Vanaf 4 tot 6 maanden moeten we dus overschakelen op een RX van het bekken. Welke behandeling van heupdysplasie gaan we nu toepassen? Dat is een pavlik behandeling. Dat is eigenlijk een soort pakje um, om de heup in de juiste positie te houden. Waarom is, lijkt dit nu belangrijk? omdat de heupkom dan nog gaat inslijten, als het ware, of die gaat nog meer druk krijgen op de heupkom, waardoor de heupkom in plaats van plat dieper en dieper wordt, omdat de heup hier in de juiste plaats gaat duwen. Wat bij alle normale personen gebeurt, maar bij deze mensen dus niet, bij deze kindjes dus niet, um, en gaat de uitdieping geholpen moeten worden met een pakje. Oké. Okay. Zoals we bij ons in, uh, hebben uitgelegd, Denk aan een gehaktbal in een soepkom, zodat deze in het midden gelegd wordt. Dat, dat is de bedoeling van het pakje. Oké, okay. dat was de heupdysplasie. Dan gaan we over naar nummer 7. En dat is de epifysiolyse van de heup. Oh, waarom jeukt mijn neus zo? Ah, Oké, okay, even scrollen. De arthrogram. De van de heup. Nee, we go. Wat is een heup? of wat is een heep, epifysiolise van de heup, dat is eigenlijk het afschuiven van de heupkop, het afsterven van, um, van het bovenste stuk van de heupkop, die niet meer, dus hier de kop hier, die loskomt van alles onderliggend. Dit komt meer voor bij jongens, terwijl natuurlijk hier daarnet het meer bij meisjes was, de heupdysplasie. We zien deze dus meer bij jongens, met een voorbeschiktheid bij kinderen die een obesitas ontwikkelen, bij schildklierlijden, bij bestraling gehad, dus bij kinderen die al kanker hebben gehad. Ook nog eens bestraling en chemo, die zullen meer kans hebben op nog eens extra pathologie, wat, wat zeer ernstig is voor de kinderen. Bartersyndroom en dan syndroom hebben ook meer kans op, um, op deze, uh, deze pathologie, dus de epifysiolese. Meisjes, vanaf dat de, dat de maandstonden beginnen, zijn deze immuun om een ...epifysiologie's te krijgen. Zeer interessant te weten. Dus vooral bij jongens komt dit voor. Wat is nu de kliniek? De kliniek... Um, okay. uh, ja, ...ik vind het belangrijk om obesiteit als een schildklier hier aan te houden. Het is wel zeer belangrijk. Het zijn meestal de, de dikkertjes, zeg maar, van tussen 9 en 13 jaar... Die deze, te krij ...die deze patologie krijgen. Vaak is kniepijn het enige last. En dat gaan we hier zien... Kniepijn kan als enige zijn, maar het kan ook van de dij en lies zijn. Maar deze durven wel eens een keer. De heup, de heup die straalt uit naar dij en lies over het algemeen. Maar zeker de knie is ook aangetast, omdat de, een heupprobleem geeft heel wat extra druk op de knie. Op die manier. Initieel is er wat vage last, maar het gaat progressief toenemen. En het is lang stabiel. Wil dus zeggen, lang gaat de patiënt gewoon kunnen wandelen als ze had, ah, ik heb een beetje last van mijn knie of van mijn tij of van mijn lies. En op een gegeven moment begint deze patiënt te manken. Zodra dat ze niet meer kan stappen, het is manken, kan ze nog stappen. Zodra de, of hij, eh, zodra de patiënt niet meer kan stappen, is de, breuk niet meer, of is de epifysiolyse niet meer stabiel en moet er iets aan gedaan worden en is er ook een urgentie. Trendelenburg en is hier dus ook positief. En een beenlengteverschil aan de aanged aangedane zijde um, is, is uh, vaak aanwezig. Dus een beenlengteverschil, uiteraard is het een verschil tussen beide zijden, maar het is de aangedane kant die ook nog eens een verkort been gaat geven. Dus een urgentie, he heel deze patologie. Welke behandeling gaan we nu doen? We gaan eigenlijk zorgen dat de kop terug vastgezet wordt op de heup. Um, op de hiphals, uh, eigenlijk. Hè. En we gaan dus een pinning doen. En we hebben daar twee stops in. Behandeling is twee stops. Enerzijds de pinning en anderzijds de correctie van stand. Dus, dus dit wil zeggen dat in eerste instantie bij een dat de episioleese uh, dat er een pinning gestoken wordt tussen de heupkop en de hals, zonder echt te kijken naar hoe de stand is. Oké, okay? het raakt een beetje wel, maar. Over het algemeen moet dit eerst, uh, e eerst vastgestoken worden. Gewoon vaststeken. Waarom? Omdat de doorbloeding een belangrijk probleem is. Als de doorbloeding geraakt wordt van de heupkop, heup dan kan er dus uh, um, necrose ontstaan van de heup met een prothese op kinderleeftijd. Wat zeer, zeer, zeer ernstig is en een, eigenlijk een, een 100% handicapering op latere leeftijd correctie van stand kan dus in tweede instantie en dat is dan later als via een osteotomie. Um, mm -hmm. Tweede instantie, osteo... Euh, chondrolyse afvasculaire necrose, en daarom gaan we... Dit, ah, ja, dat is deze. Dus een is chondrolyse, dus het, het kraakbeen dat gaat afsterven door, door bloedingsproblemen. Avasculaire necrose, met, met dus uh, het afsterven van de heup, en dus een heel vroege, uh, heel vroege heupprothese, wat... Ja, zelden zelden um, een goede prognose geeft en een beenlengteverschil, een, 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 een beenlengteverschil voor altijd um, ter hoogte van de aangedane zijde. Dus een zeer ernstige patologie moet zeer snel gediagnosticeerd worden. Hoe diagnosticeren we dit dus? Hier met de kliniek, met, met, met uh, Trinalburg teken met beenlengteverschil, met pijn, met manke en dan eriksen. Om um, te bepalen dat er inderdaad een heup, uh, heupkop afgeschoven is. Lek Calvé-Pertes, uh, dat is drie keer dezelfde ziekte. Maar alle drie deze mensen waren bezig met deze ziekte nog voor, uh, voordat er echt een echte diagnose was, voordat, we, uh, voordat deze beschreven is. Dus deze zijn alle drie begonnen. En sindsdien spreken we over deze drie namen. Wij gaan vooral verder met Pertes. Moest ik het nog noemen. Dus uh, wat, waar gaat dit eigenlijk over? Ik heb hier. Het is niet aseptisch daarmee dat ik in de war was. Het is aseptische heupkoppen. Um, necroze eigenlijk. Dus aseptische necroze. moet hier ook nog bij. Necroze van de heupkoppen. Daar gaat het over. Dus de heupkoppen sterven af zonder dat een bacterie bij te pas komt. En deze gaan in stadia verlopen. En deze stadia zijn later ontwikkeld. Er is een normaal. Eerst ischemie, dus we hebben een normale heup, er lijkt niets, niets mee mis. Daarna gaat er ischemie ontstaan, want er is te weinig doorbloeding. Um, en dan een, nog later ontstaat er een vasculaire repair. Moest nu de vasculaire repair te lang op zich laten wachten, dus, dus een te lang ischemie, ischemische fase, dan kan het dus zijn dat de heup afsterft zonder dat daar nog iets aan te pas komt. Het belangrijkste dat we dus moeten onthouden van de ziekte Perthes is het, uh, de doorbloeding, de bloedvoorziening die, die gestoord is en tijdelijk geen bloed geeft naar het kraakbeen van de heupkop of van het bot van de heupkop. Hoe gaan deze kinderen zich nu presenteren? Um, okay. dus het is een gradueel toenemend um, symptomen, het is dus een progressieve ziekte met Q-atrofie. noemen. is dus vooral jongere kinderen, 5 tot 8 jaar. Um, die klein zijn, die deze, uh, deze klachten vertonen. Dus jongens, 5 tot 8 jaar, kleine kinderen, um, die klachten vertonen van toenemende symptomen. zijn de pijn, manken, um, nou, pijn zijn de kniepijn, liespijn en dijpijn. Alles vanuit waar de heup gaat, um, naartoe gaat bewegen van pijn. Dus, dus uh, lees is heel belangrijk, dij is heel belangrijk, en dan knie, omdat daar meer Kracht op terecht komt. Hoe gaan we nu onderzoeken of dit inderdaad het geval is in de afvasculaire necrose? We gaan het manke inschatten, de trendelenburg gaan, uh, gaan we testen of dat de heup wel nog juist blijft wanneer er op één been gestaan wordt. Um, verlies van interne rotatie gaat er gemerkt worden waarom een heupkop staat, is heel belangrijk om de rotatie te kunnen, uh, te kunnen volbrengen. Verlies van abductie en adductie. Dus beide, hè. dus abductie en adductie eigenlijk allebei. Adductie ook, voilà. Abductie, adductie. Ik ga het hier een beetje opschrijven. En een quadriceps atrofie, want de quadriceps kan moeilijker gebruikt worden. Welke onderzoeken kunnen we nu doen? Ik ga het hier een beetje naar beneden zetten. De onderzoeken... Oei, ik weet al dat we hier hebben ze... Heel veel gaat staan, dus dat gaat hier allemaal elkaar overgaan. Welke onderzoeken kunnen we doen bij een ziekte van Pertes als een Rx? Maar deze lijkt initieel vrij normaal. Initieel lijkt er dus niets aan de hand. We moeten ook het, een echo doen, omdat er meer vocht aanwezig gaat zijn voor de synovitis. Um, en een MRI kan, maar heeft weinig zin. Deze kinderen die hiermee te maken hebben zijn 5 tot 8 jaar. En een MRI zou wel een vrij goed uh, diagnostisch middel zijn, maar deze kinderen liggen niet stil. En dat is wel het belangrijkste voor MRI. Er moet stilgelegen worden gedurende 40 tot 45 minuten. Dus als een MRI zou moeten gebeuren, dan moet dit onder volledige narcose. Wat we bij een jong kind zeker ook vermijden. Etiologie, hoe ontstaat dit nu, is onbekend. We weten niet hoe het ontstaat. Maar we merken wel dat er vijf keer meer jongens zijn die aangetast zijn dan meisjes. Um, ja, tussen 2 tot 14 jaar staat er hier dan weer, maar het is eigenlijk met een uh, piek rond de 5 jaar. Dus 2 tot 14 kan, maar het is 5 tot 8 waar de piek echt zit. Welke behandeling gaan we nu doen? We proberen de heupkop zo lang mogelijk de normale vorm te laten behouden. En dus het is eigenlijk het redden van de heupkop waar de behandeling zich op situeert. Um, we moeten dus een differentiatie maken met een septische artritis, want ook daar krijgen we dezelfde klachten van manken van pijn. Het verschil hier is dat er in septische artritis een punctie kan gebeuren en een kiem gevonden wordt in de heupkop, in, de, in de, de, uh, het heupgevricht. En dat is niet het geval bij, avasculaire, um, dus een, sorry, bij de, um, aseptische necrose dus bij ziekte van Pertes is er geen bacterie aanwezig dat is het grote verschil um, vier variabelen voor de behandeling even kijken staat dat hier nog ergens vier variabelen ja er zijn, nee dat is waar we moeten dit niet in detail gaan er zijn vier variabelen om te behandelen um, ik weet zelfs niet meer helemaal welke dus ik denk dat het vooral belangrijk is hoe ver is is chemie gevorderd um, hoeveel pijn is er, hoeveel last is er, uh, zien we dit goedkomen, ja of nee, en hoever is het afgeschoven. Want het is niet alleen, het, het afschuiven zit natuurlijk bij de epifysiolise, maar door de aseptische necrose kan het dus ook zijn dat de heupkop een beetje loskomt. Goed. jullie merken waarschijnlijk wel, mijn neus begint verstopt te geraken. Jee, allergieën. <laughs> we beginnen nu aan het patellofemoraal syndroom. Patellofemeraal syndroom is dus de uh, patella, zijn de, de uh, knieschijf. Um, tussen de patella en de femur zit dus een probleem. Uh, even kijken. Ja. Mm -hmm. uh, ja. Je moet een vroegtijdig stadium behandelen. Hier de ziekte van perthes uh, en containment. Uh, we moeten zorgen dat het beperkt blijft. Probleem. Oké. Okay. Dan komen we aan het syndroom en dat is eigenlijk bij de anteriore knie dat een probleem gaat zijn. Dus altijd bij een knieprobleem bij kinderen, bij, zeker bij kinderen, altijd kijken naar de heup. Een heupprobleem gaat, zeker dus bij kinderen, gaat steeds een kniepijn geven. Dus we moeten daar altijd naar gaan kijken. Gaat hier ook staan waarschijnlijk. Ja, knieproblemen, kijk naar de heup, zeer belangrijk. Het patellofemoraal probleem eh, of syndroom. Is eigenlijk een overbelasting van de knie, overbelasting van de, um, de knieschijfspieren, waardoor de uh, q-hoek gaat vergroten. Wat is nu q-hoek? Ik, ik zal het even tonen, want dat is eigenlijk gemakkelijker via een afbeelding. Q-hoek, knie. Ja, dit is de q-hoek. Dus de q-hoek is eigenlijk de uh, hoek tussen de femur en de patella. Uh, waar hier, of uh, de tibia, sorry, dus uh, de femur en tibia, daartussen, en ter hoogte van de patella zelf, dus door het midden trekken we daar een lijn, en deze hoek is de Q-hoek. Oké. Okay. Uh, als deze vergroot, en een, een kleine Q-hoek is normaal, maar als deze vergroot, gaat er dus meer X-penen gevormd kunnen worden, maar gaat, er dus, uh, gaat dit ook een patellofemoraal syndroom geven, wordt dit ook... Uh, Diagnostisch daarvoor. Er kan ook een malrotatie ontstaan um, uh, ter hoogte van de knie. Welke behandeling gaan we hier nu doen? Dat is fysiotherapie, uh, ijs en NSAID's. Chirurgisch doen we alleen bij een grote malaliatie, dus bij een grote Q-hoek, bij een grote rotatieproblemen. Dan pas gaan we een, uh, een chirurgische behandeling doen. Voornamelijk dus bij een patellofemoraal syndroom is pijnbestrijding, is rust, is spiertraining om uh, het in orde te brengen. Apophysitis patellae is ook weer anterieure knie. Patellae is ter hoogte van de, knie, uh, de, de knieschijf. Het is ontsteking op de overgang van pees en bot. Als daar een ontsteking is, kan dit ook doorlopen naar andere delen, maar er een lange bursa zit. Daar. Dus het kan zelfs tot aan de heup met de kleermakers het speer, eh, spier die van dat punt doorloopt tot helemaal aan de heup. Lies eigenlijk. Welke problemen kunnen ontstaan? Dus een inferieur patellenprobleem en Sinding Larsen Johnson syndroom. En we kunnen het, eh, het andere tuberose datistipia probleem zijn de osgood -Schlatter. De osgood -Schlatter euh, probleem. Dus dat is ook een. Uh, uh, ja, het is een ontsteking van de peesbot, maar hoe ontstaat deze ontsteking? En het is vooral door um, extreme stress. Door, te, extreme stress of door overbelasting. Dat is het woord dat ik zocht. Overbelasting van de, uh, de pees. Uh, dus de overbelasting zorgt voor meer aantrek van neutrofielen met een inflammatie- en ontstekingsreactie die erop volgt. Behandeling ook weer. IJS, in dit geval IJS, stretching, rust, relatief rust, en geen, niet volledig platliggend, maar relatief rust, niet gaan sporten en dergelijke. En NSAID's om de pijn en inflammatie te beschrijven. bestrijden. Woordvinding. Prepatellaire bursitis. En daarom is dit dus belangrijk. Een prepatellaire uh, pre bursitis, uh, even kijken, is dus de inflammatie van de bursa. Dus de, um, de schede rond, uh, rond pezen die voor de, uh, voor de uh, patella ligt. Als daar een ontsteking in ontstaat, is deze dus belangrijk. Um, want dit kan, dit kan ontstaan door gewoon direct trauma, maar het kan ook een septische uh, percitis zijn. En als het septisch is, is dit zeer ernstig en moet dit meteen behandeld worden. En dat is een, uh, een ziekenhuisopname voor maanden. Inflammatie. Uh, van de buurtstarus. Dus het kan acuut trauma of repetitief trauma, maar het kan ook dus septisch zijn, en septisch is veel ernstiger. Bij een trauma, wat is daar weer belangrijk, moeten we de uh, inflammatie bestrijden met NSAIDs, moeten we moet rust geven, eventueel met of zonder een, uh, um, een gipsverband, en we uh, geven ijs. Dus rust, ijs en NSAIDs. Voilà. Laterale kniepijn, dus nu hebben we de hele tijd de Anterieure gaat. Nu gaan we naar de laterale kant. Aan de laterale kant kan het zijn dat het lateraal uh, collateraal ligament gaat zijn. Dus lateraal, zij, recht, dus aan, aan de rechterknie is de rechterkant, linkerknie is de linkerkant helemaal. Aan de buitenzijde van de knie uh, gaat daar een uh, inflammatie zijn. Dus dat gaat kniepijn zijn. En dit is vaak door varuskracht op de knie. Varenskracht zijn de varken door de benen, met dus meer trekkracht op het ligament in, want de, het bot gaat naar, dus als dit de knie is, uh, we zien dus dat er, uh, er deze rechterknie, hè, rechterknie, ik ga het zoals doen: rechterknie. Dus deze beweegt normaal gezien op deze manier. Ja. Mediaal ligament is aan deze kant, lateraal is aan deze kant hier. Goed, als er een varuskracht is, dus varken wordt er doorge, uh, doorgejaagd, o-benen staat de, de knie een beetje zo, ik ga het nu overdrijven, staat op deze manier, dan wordt het ligament aan de buitenzijde, aan deze zijde hier, wordt uitgerokken. Een uittrekking van, die, uh, van dit ligament is overbelasting um, en ook weer inflammatie dat daarop volgt. Dus ijs, rust en NSAID's. En kinee, wel kine om ook weer uh, het ligament voldoende kracht te laten hebben. We kunnen ook een iliotibiale band tendinopathie hebben. Dus uh, in de iliotibiale ilio, uh, band. Ja, ja, niet zo belangrijk om verder in de tijd te gaan. En dan hebben we de meniscus pathologie nog. Een meniscus zijnde dus het uh, oppervlak dat tussen uh, tibia tibia en femur zit. Daartussen zit dus nog meniscus. Uh, we kunnen een probleem hebben van de discoïde, dus de laterale uh, meniscus. Ik weet het eigenlijk niet waarom dat ik hier discoïde schreef. Dat is eigenlijk een laterale meniscus. En dat is zeer typisch voor kinderen. Normaal gezien moet dit een, volle, uh, moet dit een halve maan zijn. Sorry. Normaal gezien moet het een halve maan zijn. Maar het kan zijn dat het dus een volle discus is met een volledige schijf. Als dit een volledige schijf is, is dit verdikt en gaat dit ook pijn geven. We kunnen ook een mediale meniscus hebben en dat is dan meestal traumatisch. Dan moeten we ook weer sparend werken, want we willen niet zo snel een uh, prothese van de knie bij kinderen. Dit willen we houden op oudere leeftijd. De kans is natuurlijk wel reëel als er een meniscuspathologie ontstaat op jonge leeftijd. Dat er op latere, latere leeftijd wel een uh, kans bestaat dat ze opnieuw een probleem ontwikkelen. Of dat ze uiteindelijk evolueren naar een um, knieprothese. Hopelijk op oude leeftijd. Oké. Okay. Staat er hier nog iets in? Nee. Dan zijn we uh, naar de mediale kniepijn. Dus meniscus. Je gaat ook wel uh, mediale kniepijn geven trouwens. Hè. Dit geeft laterale kniepijn. Dit is goed Dus de laterale meniscus geeft laterale kniepijn. Dit geeft mediale kniepijn. Maar ik wou de meniscus al allebei hier zetten: laterale kniepijn, laterale uh, meniscus. Mediale meniscus, mediale kniepijn. En dan komen we door meteen naar hier. En dan hebben we osteochondritis dissecans. Met een van de opties uh, waar ik toch niet zou voor opteren dus we krijgen minder goed doorbloed um, uh, een deel van de knie wordt minder goed doorbloed en de behandeling is daar het herfixeren van de bloedvaten van de knie om het toch maar te uh, redden we zien dus dat daar het, uh, vanuit de femur bijvoorbeeld dat er aan de femurkant het bot minder doorbloed is met afsterven met necrose eventueel van dit bot met kniepijn tot gevolg als we de doorbloeding herstellen, kan het zijn dat het bot zich herstelt. Het kan ook zijn van niet en dat is dan een ernstiger probleem. We kunnen ook een pes ans anserinus uh, probleem hebben. Pes anserinus teninopathie, um, is zeer typisch pijnlijk aan de mediale knie. Um, en zeker bij oefening. Dus rust is hier belangrijk, maar voldoende stretching van de hamstrings om maar te voorkomen dat... Um, dat deze pijn zich gaat blijven ontstaan. Of deze gaat blijven aanwezig zijn. En dan komen de voet en enkel. en Deze heb ik allemaal samengezet om een beetje plaats te sparen. Want dat moet hier allemaal op. En het is een vrij uitgebreid stuk nog. We beginnen aan de ziekte van choler, het is een osteonecrose van os naviculare. Ik ga eigenlijk de uh, voet er weer bij pakken. Zo. Os naviculare. Dan gaat er waarschijnlijk wel al de rest van de voet ook mee opkomen. Voila, here we go. Os naviculare is dus deze hier. Uh, dit is accessoire. Dit is os naviculare. Ja. Os naviculare is de uh, dwarse. Het is het dwars. Uh, uh, aan de dikke teenzijde. Dus aan de mediale zijde van de voet. Waar. Um, dus accessoires moeten we niet naar kijken, want dat is normaal gezien niet aanwezig. We zien hier dus osnaviculare, als daar een probleem bij zit, en hopelijk gaan we dus terug naar hier, als daar een osteonecrose ontstaat, dus het afbraken van het bot, dan hebben we het over de ziekte van kolor. En deze is vaak bij kinderen van 4 tot 8 jaar, met zwelling en roodheid tot gevolg. En de behandeling van ziekte van Color, dus deze osteonecrose, is dus steunzolen en NSAID's. Hier moeten wel steunzolen. Heel vaak worden steunzolen niet aangeraden omdat er nog veel groeipotentieel is bij orthopedie. Maar in het geval van ziekte van kolor met osteonecrose moet dit wel om ondersteuning te geven om te zorgen dat het, het hopelijk zich herstelt. De ziekte van Freiberg is de volgende. De ziekte van Freiberg is osteonecrose ook nog steeds, maar deze keer van de metatarsaal 2. Zijn er dus de teen naast de dikke teen. Uh, metatarsaal 2 is vooral bij meisjes van 12 tot 8 jaar en we krijgen dus een dorsaal, dorsale flexie van de teen dat een probleem geeft. Um, dorsale flexie, dorsoflexie, wil dus zeggen de teen naar beneden toe van de twee, dus met duim is metatarsal 1, metatarsal 2. Um, als dit een voet is toch. Dan krijgen we dus hier de flexie dat een moeilijke is. Oké. Okay. De behandeling is ook weer hetzelfde als hier steunzolen en NSAID's. De ziekte van Sever is um, een probleem aan het hielbeen. Um, hee, hielbeen is repetitieve stress. <tus> dus dat is eigenlijk het meest uh, een van de meest voorkomende redenen tot hielpijn bij uh, kinderen of adolescenten. En ze krijgen repetitieve stress bij het repetitief neerkomen aan de voet met slechte schoenen en dergelijke. Met andere woorden, de behandeling is ook vaak goede schoenen um, en rust en NSAID's. Een stretching ook. Dus goede schoenen om toch maar te voorkomen dat er een uh, repetitieve stress kan ontstaan. Voor deze van ziekte van Sever. Met, eh, de, de wetenschappelijke naam is dan calcaneale apofysitis. Calcaneale apofysitis. Goed. Je um, ziet uh, zie dus dat de schoenen goed zijn. Dat er rust is in de zijdees en stretching van de spieren. Dan komen we aan de pes planus of platvoet. Niet de serie, maar, uh, of niet de film van vroeger, maar wel het, uh, het ziektebeeld. En we hebben twee soorten. Oké, okay. ik heb ergens op stap gewerkt, ik hoop dat het niet uitmaakt. Dus we hebben uh, platvoeten, zijn, kunnen soepel zijn, of kunnen rigide zijn. Soepel wil dus zeggen, dat, dat komt frequent voor, en we krijgen een hypermobiliteit, we krijgen um, de voet die spontaan uh, even kijken. Uh, hypermobiliteit. Dus ik krijg eigenlijk de voet die, die spontaan plat gaat vallen, hè, dus een soepel plat gaat vallen. En als we daar um, aankomen, gaat deze toch nog een normale stand kunnen ontwikkelen, kan toch terug meer hol worden. Um, dus het komt vaak voor bij kinderen met hypermobiliteit. Kijk, hoe maken we nu het onderscheid precies? Ah, juist, juist, juist. Teenstand, dat is het belangrijke. Dat staat hier, ook, staat hier ook op. Als we de kind in teenstand zetten, dan gaat de platvoet in soepele toestand normaal worden. Gaat deze toch hol worden. Omdat de, uh, pees, omdat de Achillespees het allemaal verkort. En dat gaat niet zo zijn bij de rigide. Bij de rigide blijft dit wel... Um, Blijft dit wel een, uh, een plat voet op dat moment. En dat moet behandeld worden. Waarom? Omdat een rigide vaak het, uh, het, het gevolg is van botten die vergroeien, van de voetbotjes die vergroeid zijn. Op dat moment kunnen we niet meer spontaan uh, normaliseren. En moet dit chirurgisch van elkaar gescheiden worden, en uh, kan er dus op die manier een behandeling ontstaan. Bij een gewone soepele platvoet moeten we afblijven. dit zal op latere leeftijd vanzelf oplossen en is sowieso niet echt ernstig moest het niet oplossen. Een holvoet is altijd pathologisch tot het tegendeel bewezen is. Um, okay. Ja, een holvoet is pathologisch tot het tegendeel bewezen is. Uh, en er zijn pathologieën die daar aan de oor, uh, onderliggende zijn. Zijn er bijvoorbeeld de Charcot-Marie-Tooth, de CMT, eh, de spina bifida, perifere neuropathie, tethered cord, eh, myopathie. zijn allemaal mogelijkheden tot ontstaan van een holvoet. De holvoet zijn er dus een voet die op deze manier ingesteld staat, dus extreem hoog holvoet. De Charcot-Marie-Tooth is 80% van de holvoet en daarom is deze zo belangrijk, 80% van de holvoeten komt door een uh, Charcot-Marie-Tooth. Um, mm -hmm. Als er geen holvoet aanwezig is, wil dat niet zeggen dat er geen Charcot uh, hier is, um, maar het is toch wel vaak voorkomend. Dat een Charcot-Marie-Tooth is een hereditaire neuropathie um, Ja. Een verzameling van neurologische aandoeningen, gebaar met verschillende vormen van chronische motoren en sensoriële neuropathie. Ja. Meer dan dit is er eigenlijk momenteel niet van te zeggen. We kunnen dit, uh, ik kan nog klinisch in detail gaan of uh, behandeling, behandeling zat er zelfs hier niet bij. Ehm... Um, maar er moeten dus op beducht zijn dat als er een holvoet aanwezig is, dat dit ver, verder onderzocht moet worden naar onderliggende pathologieën die vrij ernstig kunnen zijn. Een klompvoet is dan het volgende. Het wordt eigenlijk, is eigenlijk een foutieve vertaling. Het is de Talipes equinovarus adductus, een Latijnse naam. Maar het komt vanuit het Engelse clubfoot. Een clubfoot is niet een klompvoet, maar een voet zoals een club van... Um, golf bijvoorbeeld. En op die, van die uh, plaats komt de naam. Meest voorkomende congenitale afwijking, of een van de meest voorkomende congenitale afwijkingen voor een kind, um, komt zeer veel voor. Dus iets van een tot, tot bijna 7 per duizend uh, komt het voor. En meer mannen dan vrouwen. Maar het is ook vaak heel braaf, heel, heel uh, goedaardig. Um, het is een van de braafste. De, de prof, professor zei bij ons: zei, "Het is de braafste afwijking die je kan hebben, zelfs. Um, meestal is het een, een alleenstaande afwijking en dus er is niet geassocieerd met andere uh, pathologieën zoals Down of zo. Het is een alleenstaande afwijking. Um, de genetische oorzaak is onbekend en er kan een behandeling voor ingesteld worden. Zijn dat dus gipsen?" Elke keer, dus, uh, wisselend tussen de twee voeten, we gipsen, we laten teruggroeien. We gipsen, laten teruggroeien totdat het een normale voet wordt. Zelfde indicatie om een chirurgie te beginnen doen. Um, ja. Vroeger was dit wel uh, veel chirurgischer. Hè? Trouwens, dit moet niet Ponsetti Ponsetti, want dat is de naam van degene die het serieel gipsen heeft uitgevonden, De Ponsetti-methode. Oké. Okay. Metatarsus abductus of adductus, sorry. Dus eigenlijk een voet die gedraaid is. Ik even terug scrollen door alle mooie foto's van de kindjes met klomvoet. Oké, okay. metatarsus adductus, dat is dus hetgeen wat ik daar net zei. Is dus naar binnen draaien van. Dus als hier inderdaad dikke teen zit, we zien dat de, de voet naar binnen toe draait. Dus het is alleen maar de tenen bovenaan. Het is metatarsus. Het is alleen. Dit deel, dat naar binnen toe, naar mediaal toe, draait. Ik kan dit zelf heel moeilijk. Naar buiten toe is het veel gemakkelijker met de hand, maar bon. Het is naar binnen toe gedraaid. Het is vaak heel benign, het is ook weer goedaardig. En ook weer de heupen moeten nagekeken worden in dit geval. Want het gaat vaak gepaard met, met heupdysplasie. Zelden is er nodig aan echt, een nood aan echte behandeling. Soms wel gipsen, um, maar vaak zelfs niet nodig kan op latere leeftijd wel chirurgisch worden voor esthetische redenen, redenen maar het is zelden echt nodig. Oké, okay, het, uh, het kan trouwens ook rigide zijn, in dat geval kan er wel eventueel een uh, gips overwogen worden. En dan hebben we de laatste, allerlaatste van de voet en enkel van kinderorthopedie, en dan kunnen we ermee ophouden voor deze ochtend. Vaak goedaardig, wat is een hakvoet? is eigenlijk de voet die Helemaal tegen. Dus ik kan het zelf niet, maar er zijn dus mensen die uh, hun hand hier tegen uh, kunnen leggen. En dit is een hakfoot. We krijgen dus um, de heel. Ik ga hem misschien wel opzoeken. Hakfoot. De Calkaneovalgus uh, is dat zeker. Calkaneovalgus. Uh, ja, kalka ja dus hier, dit is eigenlijk hetgeen dat ik zocht. Hè. Dus, um, hier ook een beetje, maar dat is een klompvoet. Het is een maar we zien hier dus inderdaad de hakvoet waardoor de hiel zeer stevig op de grond geduwd kan worden um, als een hakpeil um, het is meestal flexibel, zelden rigide um, ja, vaak zonder andere afwijkingen het is een voorzichtige manipulatie kan er gebeuren um, en we moeten niet gipsen of kine het gaat uiteindelijk vanzelf over, probeer als ouder het, de voet wat te bewegen. Um, er moet natuurlijk wel een differentiatie zijn van een paralytische afwijking, dus een paralyse van de voet. Dat is een neurologisch onderzoek, is dus belangrijk. En ook van een congenitale verticale talus. Congenitale verticale talus is wel met chirurgie. Dat is het verschil. Een gewone hakvoet, een calcaneovalgus, is geen chirurgie, is gewoon beweging door de ouders, gedels geen, geen kinne uh, maar bij congenitale verticale talus moet dit zeker wel. Goed, ik denk dat dit alles is. En dit is dan vaak de gevolgen van een verkorte achillesspace um, of een dislocatie van de talus die meer verticaal gaat staan. Ja, dan hebben we dit alles allemaal gehad. Als er nog iets is, stuur gerust op de Discord-server op de. Comments hier of op, uh, in de chat straks later bij de volgende stream. En bij deze stream deze middag gaan we beginnen met de inleiding tot reumatologie. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en dan zie ik jullie straks weer voor meer study streams. Tot later.